President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zijn kabinet een overleg gehad met de Surinaamse politiebond. Het staatshoofd heeft de bond uitgenodigd na een schrijven van het bestuur te hebben ontvangen met betrekking tot de veiligheidscrisis in Suriname, als ook andere zaken. De gesprekken hebben op 1 maart 2023 plaatsgevonden. Wij spraken Rivelino Eyck, woordvoerder van de Surinaamse politiebond. De Surinaamse politiebond die had 2 weken geleden een algemene ledenvergadering waarbij er 2 moties vanuit de vergadering waren voortgekomen. Eentje die ging erover dat het bestuur het mandaat had gekregen van de vergadering om met de president te gaan praten over loonaanpassing. Het werd loonaanpassing, geen verhoging hoor, loonaanpassing. En het tweede ging over bevorderingen. Dat van de bevorderingen, dat was eigenlijk op het bord van de korpschef, maar dat van de loonaanpassing moesten we dus brengen bij de president. We hadden dus toen die motie gestuurd naar de president met een begeleidend schrijven. Maar daarnaast had het bestuur ook een brief geschreven met betrekking tot de veiligheidscrisis in Suriname, na dat geval van de plunderingen van 17 februari. Vandaar dus dat wij een uitnodiging hebben gehad van de president om vandaag hier te zijn. En we hebben dus daarover gesproken. De president die heeft de zienswijze van de regering gepresenteerd, met name over de economische situatie en de mogelijkheden die de regering heeft. Hij heeft ons aangegeven dus dat de regering op dit moment niet in de gelegenheid is, of niet in de positie is om loonsaanpassingen te plegen. Maar wij hebben van onze zijde wel wat voorstellen gedaan natuurlijk, met name om te gaan kijken naar dat van de armoedegrens, de belastingsgeven, et cetera, et cetera. En de president heeft dus aangegeven dat hij dat soort zaken zal meenemen, maar voor de details is het toch wel goed dat wij eerst onze ALV gaan informeren. Maar dat was het in grote lijnen, met betrekking tot de motie. Maar met betrekking tot dat van de veiligheidscrisis waar wij hebben gesproken, waarover we hebben gesproken, we hebben dus in elk geval de aandacht gevraagd van de president van luister. Onze leden die hebben onder zeer erbarmelijke omstandigheden moeten werken, 17 februari laatst. De veiligheid van onze leden was enorm in gevaar. En we hebben in elk geval de aandacht gevraagd dat wij attributen nodig hebben, middelen voor onze leden, om onze grondwettelijke taak op een correcte wijze uit te voeren.